Yes, we hebben er zin in vandaag. We gaan deze safari een mooie trip maken. Een hele goede trip, ja. Ja, we hebben deze dag gedoopt tot spuissafari. We hebben de stad opgeroepen om met ons mee te denken en mee te doen over de hele transformatie van het gebied rond de Spuiboulevard. En daarbij hebben we de stad heel erg genodigd. Alsjeblieft. Jouw bagage reistos. Volgens mij vestigen wij vandaag echt het wereldrecord brainstormen dat wij in ongeveer iets van 12 uur, laten we zo zeggen, met z'n allen ideeën gaan genereren in 10 teams. Nou ja, dat is volgens mij wel ongehoord en dat is volgens mij in Nederland nog nooit vertoond. Ik verwacht dat wij met een hele brede groep vandaag gaan nadenken over de toekomst van dit gebied. En dat wij heel veel mooie ideeën krijgen om straks voor te leggen aan college en gemeenteraad. Er zit veel druk op dit programma, dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen vandaag. Ja, we gaan op safari, man. En we hebben een hele mooie route. Ik weet bijvoorbeeld in Hamburg hebben ze heel veel gerealiseerd met hoogbouw, maar hebben ze het zeg maar op maaiveldniveau zo groen gemaakt dat je altijd de gedachte hebt dat je gewoon in de natuur loopt. Al die kantoorgebouwen, wat mij betreft, mogen ze allemaal weg en gaan we een levende stad ervan maken. Een zielig excuus voor kinderen, dit. Weet je mij even vertellen? Dat is een klein speeltuintje of zo, maar er zit overal steen, alleen een klein gedood met nepgras. Ja. Wat waarschijnlijk ook hard is. Ja. Zou het gebruikt worden, denk je? Nee. Mooi stukje single, oude statige huizen met als kroon, zeg maar, de Rozenhof, zoals het gebouw heet. Afname vierkante meter kantoren, toename woningbouw, verhoogde verblijfskwaliteit, vermindering van de verkeersintensiteit, verbeteren van de kwaliteit van het openbare gebied. We staan hier ook in feite op particulier gebied. Want als je hier zeg maar parkeert, hij kan zelfs de tarieven verhogen, verlagen en wat dan ook. Ze hebben uitgesproken idee over de kermis. In plaats van de kermis moet de Spuiboulevard herontwikkeld worden op een evenement wat 10 dagen per jaar hier plaatsvindt. Nou, ik verwacht eigenlijk een verdieping van wat de bewoners nou echt van deze plek vinden. Hè, wij als professionals kijken wel eens te veel naar het systeem, maar wat zijn nou de echte plekken waar mensen aan gehecht zijn in dit gebied? En wat zijn ook echt de plekken waar ze zeggen, ja, hier moet echt een oplossing komen, want dit kan veel beter. En wie weet durven ze ook echt de toekomst in te kijken en een hele mooie droom voor Dordrecht neer te zetten. En daar hoop ik natuurlijk op dat daar iets bij zit waarvan we met z'n allen zeggen, zo, als we dat voor elkaar krijgen, dan zijn we echt trots op dit gebied weer. We willen graag een bruisend gebied, dus het moet zo gemengd mogelijk zijn. Het water wordt continu genoemd, historische elementen, dat het behouden moet blijven. Van het centrum dat je, en zullen we zeggen voorwaarden voor het herontwikkelen en herinrichten van die Spuiboulevard, dat je daarmee dan grote kwaliteit toevoegt. Ja. En een ander punt dat was genoemd, wat gewoon heel belangrijk in het gebied is, is de levendigheid. En je wil eigenlijk die levendigheid verbeteren. Succes! Goed, goede ideeën. En dit is goede, top ideeën. Precies. Dank u wel. Dit is een top idee. Ja? Waar gaat ie? Ik krijg 3 groene stickers. Ik krijg 3 groene stickers geplakt. Oh ja? En ook nog 3 rode. Nee, 1 rode. 1 rode, oké. Okay. En die zijn bestemd voor ideeën die ik heb bij de andere tafels, noem ik het maar even. De andere wilde dieren. Wat ik hun goede en minder goede ideeën ga vinden. Ik woon hier nu 25 jaar. En eigenlijk is het met dit gebied nooit heel interessant geworden de laatste jaren. Terwijl het wel
vlakbij onze hele mooie binnenstad ligt en heel centraal in de stad. Dus je moet hier veel meer mee kunnen doen. Je moet hier fijner kunnen wonen, je moet hier goed kunnen werken. Een belangrijk punt voor de bereikbaarheid. Ik hoop dat we dat binnen een aantal jaren gewoon voor elkaar krijgen. Dat dat echt een plus is voor de hele stad. Een nieuw stadskantoor, woningen bouwen. Ja, dat betekent dat er ook heel veel gewoon geld en vastgoed bij komt kijken en ook grond. Dus complex, ook vanuit de techniek. En niet alleen om wat voor mooie dingen we er willen doen. Dus dat is wel een beetje mijn droom. Dat als je straks vanaf het station naar de binnenstad loopt, dat je eigenlijk naar een van de mooiste woonwijken van Dordt loopt. Het meest blij is dat mensen ook vol enthousiasme vertellen over deze dag. Dat ze wel aangeven dat ze ook hopen dat er ook echt iets gedaan gaat worden met de resultaten. Dat vind ik ook een grote opdracht aan onszelf, aan het college en aan de gemeenteraad. Om die banden ook warm te houden. Om te laten zien dat we wat met de opbrengst gaan doen. En dat we ook in de toekomst ook echt een beroep blijven doen op de betrokkenheid van deze mensen. Want zonder draagvlak komen we echt geen stap verder.